Het crisis- en herstelplan CHP van de regering moet de financieel-economische crisis tegengaan en de overheidsfinanciën weer beheersbaar maken. In dit plan zijn er maatregelen opgenomen om de uitgaven te verminderen en de inkomsten te verhogen. Dit zodat de overheidsbegroting stapsgewijs weer in evenwicht komt. Ook zijn er maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de bevolking niet te zwaar belast wordt. Momenteel is het plan ter discussie bij diverse maatschappelijke groepen en in deze nieuwe aflevering van Onder de Loep. En welkom bij een nieuwe aflevering van Onder de Loep. Het programma waarin we actualiteiten in breder perspectief plaatsen en vanuit meerdere invalshoeken bekijken. In deze aflevering praten we over het crisis- en herstelplan van de regering. Onze gastcolumnist voor vandaag is Maggie Schmeitz. Na de break stellen we de overige gasten aan u voor. En welkom terug aan mijn tafel vandaag. Directeur Danny Latschman van Stichting Planbureau Suriname. En Steven Debbie Persaat, secretaris van de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES. We gaan eerst even naar een videofragment van minister Armand Gijbers zien van Financiën. Hij schetste een somber en somber beeld van de economie bij de nieuwjaarsreceptie van de VES de vorige week. Dames en heren. Voordat wij een probleem kunnen oplossen, zijn twee dingen belangrijk. Wij moeten het probleem beschrijven en begrijpen en van daaruit oplossingen bedenken. Maar wat ook belangrijk is, is om te beseffen dat we een probleem hebben. Ik wil dit benadrukken omdat ik soms het gevoel krijg dat niet iedereen dat goed beseft en in welke mate en welke malaise we terecht zijn gekomen. Dit las je niet eventjes in 5 maanden op. Begrijpt u mij goed? Ik wil het ongeduld van sommigen binnen onze bevolking absoluut niet bagatelliseren. Maar u mag niet van mij verwachten dat ik de schade die in 10 jaar is aangericht binnen 5 maanden voor u oplos. Dat gaat tijd kosten. Wij willen als regering een gedegen job doen en geen haastwerk leveren. Ik reken daarom op uw begrip dat het soms wat langer duurt om een goed plan af te hebben. Zoals ik u al zei, voordat wij aantraden als regering, wisten wij dat de financieel-economische situatie bijzonder onrooskleurig zou zijn. Maar de werkelijkheid bleek een groot stuk ernstiger dan verwacht. En de crisis reikte verder dan alleen het financieel economisch gebied, het strekte zich uit tot meerdere sectoren en instituten. Uiteindelijk is de burger het slachtoffer geworden van wat mis is gegaan. Onafhankelijke deskundigen hebben uitgerekend dat als het vorige beleid voortgezet zou worden, de US-dollarkoers dit jaar zou stijgen tot SRD 52. En in 2050 op SRD 331 zou zitten. De consumentenprijzen zouden met 91% stijgen dit jaar. De inflatie zou in de komende jaren telkens boven 60% uitkomen. Voortzetting van dat oude beleid is dus geen optie. Nieuw beleid is noodzakelijk om verdere verarming van die samenleving te voorkomen en het land weer om te buigen richting welvaart voor het volk. Dames en heren, we hebben de afgelopen maanden dag en nacht gewerkt aan een oplossing. Ik besef mij ten volle dat dit voor de buitenwacht niet altijd goed zichtbaar is geweest. Ik vraag u om ons dat niet kwalijk te nemen. Er is nu een crisis- en herstelplan voorbereid dat de financieel-economische crisis tegengaat en de overheidsfinanciën weer beheersbaar moet maken. En welkom terug. Meneer Latschman, we hebben u eerder voorgesteld als de directeur van Stichting Planbureau Suriname. We begrijpen dat het planbureau ook heeft meegewerkt aan het plan.
Ja, dat klopt, ja. Het planbureau heeft in het bijzonder gewerkt met betrekking tot het runnen van een x-aantal modellen om te kijken wat de effecten zullen zijn op kort, middellange en lang termijn van de verschillende maatregelen die zijn genoemd in het crisis- en herstelplan op in het bijzonder monetair en fiscaal vlak op de prijzen van goederen en diensten en daarmee dus ook de impact op de huishoudens. Dus het is een heleboel cijferwerk geweest. We hebben ook een x-aantal delen eruit geschreven. Maar het is uiteindelijk echt een team effort geweest. Dus samen met professor Schalkwijk, de Centrale Bank. Natuurlijk een aantal stafleden van het ministerie van Financiën. Dus het is eigenlijk echt een team effort geweest. Wat ziet u als de belangrijke punten in het plan? Het is voor mij persoonlijk is het moeilijk om echt eentje eruit te halen. Waarom? Kijk, het plan is voornamelijk geschreven omdat die economie eigenlijk al jaren helemaal ontwricht is geraakt. En je ziet dat eigenlijk gewoon heel simpelweg aan de cijfers. Waarbij van de 10,5 miljard aan SID's die je als overheid in inkomsten krijgt, zou je bijna 8,5 miljard. Dus van die 10 SID die je krijgt, moet je 8,5 SID alleen aan schuldaflossingen en rente betalen. De rentelasten zijn in 5 jaren tijd vertienvoudigd. Ja. Toch 2,5 miljard. Dus natuurlijk, het crisis- en herstelplan, en de minister gaf dat ook aan in het videoclipje. Die monetaire en fiscale maatregelen die zijn uitermate van belang om die economie weer recht te trekken. Ja. Om een x-aantal parameters die betrekking hebben op die economie weer binnen de juiste proporties te krijgen. Ja. Maar, en ik denk dat het plan daarom ook heel erg belangrijk is. En daarom ook belangrijk is dat er over dat plan een discussie gevoerd wordt. Dat er ook wordt gekeken naar de sociale sector. Ja. Want hoe je het ook wendt, draait of keert, een aantal van die effecten die zullen jou in je portemonnee raken. Oké, hoe kunnen we die mensen tegemoetkomen? Dat is heel belangrijk. Maar een ander aspect ook is gewoon de bedrijvigheid in Suriname. Okay. Laten we niet al onze kruid verschieten. Okay. Meneer Debbie Persat, heeft het plan natuurlijk gelezen als VES. Wat vindt u ervan? Gaat het ons redden? Oké, dat is een erg diepgaande en ingewikkelde vraag. Laten we beginnen bij het erkennen dat we in grote problemen zijn. We zijn in een crisis en dit plan begint ook met de naam crisisplan. Dus op die manier erkent de overheid dat we in grote problemen zijn. Die grote problemen zijn van veler aard. Die worden dus onderschreven. En nu is het de vraag van, gaan de maatregelen die worden opgezomd en voor een deel zijn ze becijferd, ons eruit helpen? Belangrijk is dat wij als samenleving moeten erkennen dat we in problemen zijn. Iedereen merkt het al vanaf vorig jaar dat je steeds minder uitkomt met wat je nodig hebt. Prijzen nemen toe. Er is geen enkel zicht wanneer dat eindelijk zal stoppen. Een belangrijk gedeelte daarvan heeft te maken met een zwakke SRD. Ja. De dollar blijft duurder worden. Hoe precies gaat die overheid dit groot probleem, wat iedereen dagelijks merkt, stoppen? Dollars importeren gaat niet helpen? Gewoon. Nee, omdat wij moeten dat gaan verdienen. Wat nu is gedaan, en dat is dan een zeer korte termijn maatregel, je eigen euro's omzetten in dollars. Ja. Ja, inderdaad is er een vraag naar cash dollars, dus op die manier speel je een heel klein beetje in. Maar hoe kom je echt uit de problemen? Dat is door meer te gaan produceren. Oké, hold that thought. We hebben, zoals eerder aangekondigd, onze gastcolumnist ready in de startblokken. Maggie Smeets. Ik ben geen expert hoor. Maar ik heb thuis het een en ander meegekregen over lenen. Regel 1, leen niet. Dat was mijn vader. Meisje, kon taigi wansani. If a money no de, ino mus ap asani. Van lenen komt wenen. Het enige gedoogbeleid wat mijn vader voerde, was voor lenen voor een duurzaam goed, een perceel of een huis. Regel 2, leen. Dat was mijn moeder. Mijn moeder. Meisje, arkimi boom. Money moest make money. Ja? Geld moet baby's maken. Ik ben klein begonnen met sap, toch? Toen kreeg ik een grote bestelling van een supermarkt. Maar mijn vriezer was zo klein. Wat moest ik zeggen? Samim doen. Ik kan uw grote bestelling niet aannemen, want mijn vriezer is zo klein. Natuurlijk niet.
Mi ben Lenamoni. Mi ben Bay Afrise. Mi ben Lever Asap. A la wiki. Op tijd. Binnen 4 maanden had ik die vriezer afbetaald. Nooit ipa ben sabi. Je moet durven investeren in productie. Dus met die 2 leenmodellen ben ik grootgebracht. En als verstandige dochter luisterde ik natuurlijk naar geen van beide. Waardoor ik zelf regel 3 heb ontdekt. Soms moet je lenen om uit de problemen te komen. Ik had mijn eerste baan, mijn eerste eigen geld. Ik was staf, medewerker. En ik vond dat bij mijn nieuwe status een auto paste. Ik wist dat mijn ouders me dat geld nooit zouden lenen. Dus ik ging naar Clyde. Crooked Clyde. Clyde had zijn kantoor op de hoek. Hij reed de nieuwste RAV4 en hij lachte altijd crooked naar me. Nu ook. Tuurlijk, Molenjo Amoni. Een prinses kan toch niet in de bus? Dus mi ben rij, mi Toyota Corolla, knalrood. Alleen, in de 3e maand had ik dat geld voor Clyde niet. En hij lachte niet. Hij zei, dan ga je het op een andere manier af moeten betalen. Ik bevend naar mijn ouders. Ze hebben me dat geld geleend om Clyde in 1 keer af te betalen. Daarna verkochten ze mijn Corolla. Ik heb mijn les geleerd. Terug naar IMF. Welke regel is van toepassing op die lening van het IMF? Suriname heeft nu leningen uitstaan en bij Crooked Clyde. En bij losse handjeslesje en bij pistolenpaaltje. Dus het herschikken van die leningen met het IMF lijkt wel zo veilig. Regel 3, lenen om uit de problemen te komen. Maar de vraag is, wat gaat die aflossing ons kosten? Als wij allemaal gaan bezuinigen op school, op de dokter, op gezonde voeding. Als we uit pure wanhoop gaan stelen en hoereren, dan hebben we straks een gezonde betalingsbalans en een ongezonde samenleving. Operatie geslaagd, patiënt overleden. En de 2e vraag is minstens even belangrijk. Gaan we eindelijk een keer duurzaam investeren in productie? Money must make money. Gaan we dat IMF-geld baby's laten maken? Anders blijven we onszelf klein houden. Geweldig, geweldig. Dankjewel, Maggie Smeets. En ze heeft het heel mooi geschetst. Ik moest soms lachen, maar die ondertoon was heel erg serieus. Uw reactie op de column. Ja, terecht. Dus Maggie geeft het erg goed aan. Wij moeten onze samenleving, omdat we dit hebben meegemaakt in de afgelopen jaren. We hebben zelf gezien, mensen hebben gezegd, hey, er wordt geleend om te lenen. Piamonide is heel vaak de vraag gesteld. Deze vraag is niet beantwoord. Totdat we nu weten hoeveel er geleend is, namelijk 4 miljard. Blijkbaar is nog meer dan dat geleend, maar dat moet nog uitgezocht worden. Het is jammer dat het niet heeft geleid tot baby's, dat het niet heeft geleid tot productiviteit. Dus wij als samenleving betalen het pijnlijke gelag, dat merken we al vorig jaar. En de vraag is van welke maatregelen gaat het bloeden stoppen? Gaat nu maken dat we eindelijk uit de problemen komen die wij hebben het zelf gezien. We zijn ook voor een deel verantwoordelijk hier voor als samenleving. Welke maatregelen gaan het bloeden stoppen? En gaan maken dat we dit jaar eruit komen, dat we die ellende achter ons kunnen houden. Gaan die maatregelen volledig komen van de overheid of gaat het komen van een buitenlandse organisatie die ons steeds weer met de sweep bij de les moet houden? Laat me direct al het antwoord erop geven. Het is beter dat wij dat zelf orchestreren, ja. Want dan heb je dat zelf in de hand. Ja, ja, ja. En u? Ja, ik vind dat stukje van Maggie vind ik geweldig hoor. En ze slaat de spijker natuurlijk op de kop. In principe gewoon niet lenen. En als je leent, dan moet het een duurzame bestemming hebben. Laat me dit er wel even expliciet van zeggen. Het plan dat is geschreven is geen IMF-plan. Mm-hmm. Toch, het IMF heeft geen woord erin geschreven. Mm. Er zijn wel talks going on met het IMF over
een vorm van steun, daar kom ik zo meteen op. Maar het plan zelf is gewoon een compleet 100% Surinaams plan. En dat plan willen we dus gebruiken in die gesprekken met het IMF om te kijken of er wat steun kan komen, de zogenaamde standby agreement. En wat zou die steun inhouden? Het is niet eens zozeer een lening die je neemt van het IMF om dan daarmee te gaan investeren. Nee, het is puur SEC betalingbalanssteun voor de centrale bank. Dus het is niet dat het IMF jou geld geeft waarmee je kan gaan shoppen. Dus dat wilde ik toch wel even rechttrekken. Nou, en de heer Steven die heeft natuurlijk helemaal gelijk. En daarom is het crisis- en herstelplan, daarom zei ik ook, het heeft een aantal belangrijke facetten. Waardoor het moeilijk voor mij is om eentje eruit te pakken. En een van ze is dus de reële sector, waarbij er dus ook zwaar geïnvesteerd moet worden in bedrijvigheid. Want wat er gebeurt, en natuurlijk COVID die heeft daar een extra domper op gelegd, is dat we hebben een auto, we hebben benzine, toch? Geld, we hebben geld. Wij zitten met z'n allen in die auto, maar die batterij is dood. Toch? En die batterij, die motor, dat is die dynamiek van je economie. En die motor die moet een jumpstart krijgen, die batterij moet een jumpstart krijgen. En dat is dus wat we proberen te bereiken met het crisis- en herstelplan. En in het verlengde daarvan mag ik u ook wel zeggen dat sinds vorige week hebben we in het kader van het crisis- en herstelplan ook wekelijkse gesprekken, laat me het even zo noemen, opgepakt samen met de ASFA en de VSB. Om te komen tot een heel concreet stimuleringspakket voor de lokale bedrijven. Of schoon er reeds al een heleboel faciliteiten voor het lokale bedrijfsleven zijn opgenomen in het crisis- en herstelplan. Maar even, dus ik zo, hoe ik hier zo hoor praten, denk ik van ineens van, maar waar was het planbureau al die jaren? Waarom is het, hoe is het zo gekomen als ik u zo hoor van, weet je, dat het planbureau een bijdrage levert en dat we in deze mes zijn geraakt, om het zo te zeggen? Dus het meest simpele antwoord is, ik weet het niet, ik ben er pas een maand, toch? Ik moet toch wel zeggen dat het planbureau heeft altijd achter de schermen een heleboel werk gedaan, toch? Met het Surya-model waar Steven ook bij betrokken is geweest. Met het verzorgen van trainingen op de ministeries. Maar wat cruciaal is, en ik denk zeker ook met betrekking tot het crisis- en herstelplan, is dat plannen is leuk, toch? Ja. En volgens mij, een uitspraak luidt ook van, planning is a feat of the imagination, but the execution is a struggle with reality. Waar het nu op aankomt met het crisis- en herstelplan, en het planbureau moet daar een hele belangrijke rol in gaan spelen, is dat de plannen zijn er. Oké, dat moet door DNA gaan, dat moet goedgekeurd worden. En vervolgens wordt dat stokje overgedragen aan de ministeries die dan nu al die verschillende projecten moeten gaan uitvoeren. En wat je vaak ziet gebeuren in Suriname, en dat is niet iets van nu, is niet iets van 5 jaar geleden, is iets van decennia. Ja. We zijn slecht in het uitvoeren en completeren van projecten. En de bedoeling is, we hebben daar vorige week hele goede afspraken over gemaakt met het ministerie van Financiën zelf, is dat het planbureau toch wel een belangrijke trekker gaat zijn in de monitoring en evaluatie van al die projecten. Ja. In het verlengde daarvan, dit jaar moet ook een nieuwe OP gemaakt worden, ontwikkelingsplan. Het planbureau is daarvan de trekker. En de bedoeling is dus dat het crisis- en herstelplan, zoals het nu is geschreven, maar dus ook die hele specifieke monitoring en evaluatie, eigenlijk automatisch overvloeit in het ontwikkelingsplan. Oké, mooi. En Steven, er zijn afgelopen vrijdag 3 belastingverhogende maatregelen getroffen, onderdeelmakende van het plan. Maar aan de andere kant, we gaven het eerder aan dat de regering niet iemand wil hebben die steeds met een zweep achter hem staat. Maar die persoon kan ook het volk zijn als de maatregelen te zwaar worden en te indringend. Precies, ja. Dus daarom dat communicatie naar de samenleving heel belangrijk is. We hebben net gezien, het kwam in de speech van de minister naar voren, dat er een plan gedistribueerd is naar bepaalde groepen. Belangrijk in een democratie is dat de samenleving weet wat er zal gebeuren in 2020, waarom. Sommige mensen merk ik dat ze nog de vraag hebben waarom moet dit gebeuren. Dus communicatie en als tweede transparantie is heel belangrijk.
Mensen zijn pas bereid om offers te leveren, niet alleen als ze weten waarom, maar fundamenteel als ze weten dat na die offers ze beter worden. Dus inderdaad, er moeten wat maatregelen komen. Er zijn drie alfa's goedgekeurd door DNA. Die zullen als eerste ervoor moeten zorgen dat de overheid meer gaat verdienen. Maar als we de overheid zouden moeten geloven, de presentaties van afgelopen vrijdag, zijn het de brede schouders die voor nu gaan betalen. De vraag is of dat ook klopt hoor, aangaande de omzetbelasting. Maar gedurende het hele proces moeten we niet als samenleving langs de kantlijn blijven staan. Het maatschappelijk middenveld, maar zeker ook de mensen zelf, moeten vragen blijven stellen. Dat hoort in een gezonde democratie. De regering om verantwoording blijven vragen. En eigenlijk moeten we begrijpen dat alleen met een gestructureerd plan, met een gestructureerd gedachtegoed, gaan we hieruit komen. Okay. Gaan we uit de ellende komen, zodat dat wat iedereen wil hebben, ja, is dat we beter worden. Okay. En dat gaat dus niet met ad hoc à la dol dingen. Okay. Maar op het oog springend zie je de belastingmaatregelen die getroffen zullen worden, zijn toch wel maatregelen gericht op de werkende klasse. Terwijl de regering toch wel in aanloop naar de verkiezing toch wel heeft gepredikt dat ook met name het geld gehaald zal worden uit de informele sector. Zeker. Is dat ook opgenomen in het plan? Hoe dat gaat gebeuren? Dus ik vind dat dit een ontzettend goed punt. We weten dat ons land een ontzettend grote informele sector heeft. Wat niet direct betekent illegale sector. Er zijn heel veel groepen in het land die verdienen. Sommigen verdienen erg goed, ik zal het zelf noemen. De mensen die werken in de houtsector verdienen ontzettend goed. Waarom doet de overheid niets om daar het geld te halen? Ik zie dus wel een maatregel genoemd om goudinkomsten te verhogen. Alleen is het op het moment dat je hiermee begint, en vooral omdat het niet in Paramaribo is, moet je een heel stappenplan uitzetten. Dat zie ik niet zo helder geformuleerd, maar dus daar ligt het geld. Ja. Er zijn andere groepen die hebben verdiend en die betalen op dit moment geen belasting. Dus hoe gaan ze in het systeem komen? In elk geval wordt er verdiend. En ik vind het niet terecht dat je bij de mensen die reeds betalen, dat je opnieuw weer hun de rekening presenteert. Maar het is steeds opeenvolgende regering. Waarschijnlijk is het de makkelijkste stap. Het is stap. Makkelijk toch? Dus, maar elke keer weer, je hoort steeds hetzelfde verhaal van ja, we gaan de belastingdienst hervormen, zodat... Je hoort het steeds al, volgens mij langer dan 20 jaar. Ja. Hervorming van de Belastingdienst om ook die informele sector te belasten. En anno 2021 nog steeds niet gebeurd. Er zijn keer op keer directeuren geweest bij de Belastingdienst. Je vraagt je af de afgelopen jaren wat voor nieuws ze precies hebben gebracht. In elk geval weten we vanaf de kant dat de Belastingdienst alleen maar zwakker is geworden. Een zwak instituut zal het moeilijk hebben om deze uitdagende taak te doen. Desalniettemin is het hun verantwoordelijkheid. En is het de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën, want daar valt de Belastingdienst onder. Vergeet niet, want we hebben het even gehad over de sectoren, de mensen die verdienen. Maar er is nog een ander deel, namelijk de mensen die importeren. Ja. Waar er ook erg veel oneerlijkheid is geweest. Ja. Daar ligt er ook veel geld. Mensen die onterecht... Heffingskortingen en dergelijke vrij lieten halen. Dus dat moet ook direct dit jaar nog gebeuren. En dat kan je ook niet te overnight doen. Dus ook daarvoor heb je stappen nodig. Maar dat moet men niet vergeten. Dat moet men zeker ook doen. En niet steeds bij de mensen die reeds in het systeem zijn. Mensen die bij het bedrijfsleven werken, die elke maand keurig betalen. Ja. Hun het leven nog zuurder maken. Ja, ja. En meneer Debbie Passat, u had het al over... Niet Debbie Passat. Die fout wordt vaker gemaakt, ja. Klopt. Meneer Latsman, we hadden het al over het gang naar het IMF. U zegt het is een geheel Surinaams plan. Ja. Maar IMF gaat wel komen vooruitlopen op de gang naar het IMF. Is dit plan geschreven? Moeten we het zo zien? Nou, nee. Kunnen we het niet zelf doen? Het plan is gewoon simpelweg geschreven omdat je een plan nodig had. Ja. Toch? Omdat je gewoon simpelweg een crisis- en herstelplan nodig had. Misschien kan ik dat even verduidelijken. Dus... het IMF komt alleen maar in om dat wat we als eerste nodig hebben, dat is een wisselkoersstabiliteit, om dat te realiseren. Yes. We hebben vorig jaar gezien, september, is er een devaluatie geweest. Mensen noemen dat unificatie, als ze dat wat prettig vinden, oké. Maar de realiteit is dat die koers buiten, de werkelijke wisselkoers, is anders dan het van de centrale bank. Dus je moet zo snel mogelijk stabiliteit met die wisselkoers krijgen, zodat mensen kunnen werken, zodat mensen kunnen plannen. En daarvoor heb je het IMF nodig. Voor de rest heb je gewoon Surinaamse instituten en Suriname maar nodig. Maar hoe werkt, hoe gaat
dollars pompen in de economie werken om die koers stabiel te houden als die koers toch wel afhankelijk is van productie. Ja. We moeten produceren. Je moet produceren. Dus dan begrijp ik dit verhaal ook niet meer. Nee, dus kijk, in dit geval, kijk, het crisis- en herstelplan bestrijkt een relatief korte periode. Ja. Toch? Tot en met 2022, schuine streep 23. De gang naar het IMF voor die betalingsbalanssteun bij de centrale bank is meer een korte termijn oplossing. Oké. Okay. Alright? Omdat je gewoon echt nu in een crisis zit. Ja, ja. Voor de langere termijn, voor de middellange en lange termijn, moet je gewoon meer geld gaan maken. Je moet gewoon meer geld gaan verdienen. En absoluut, daarom dus ook, volgens mij uit het hoofd is het tabel 4.3 en 4.4, zo. Dat je een hele reeks van maatregelen ziet voor de reële sector. En in tabel 4.5 volgens mij een heleboel institutionele versterking. En ik weet dat het een buzzword is, maar dat is gewoon echt een versterking gericht op het faciliteren van het bedrijfsleven. Ja. Om die lokale productie te doen toenemen. Dat is uiteindelijk het enige wat je uit de brand gaat helpen. Mm-hmm. Ja. Maar belangrijker nog, dus productie is belangrijk. Productie gericht op export, want deviezen moeten verdiend worden. Ja. Maar in Suriname vergeten we vaak dat we geen werkgelegenheid creëren. Iedereen erkent dat er veel mensen zijn bij de overheid, maar eigenlijk is het een logische consequentie. Als er niet voldoende banen worden gecreëerd in de door het bedrijfsleven. Mensen komen jaarlijks op de arbeidsmarkt, mensen die afstuderen, ja, maar ook schoolverlaters. Ze verdienen een eerlijke, duurzame baan. Die banen moeten gecreëerd worden, want Lanti Roko, eigenlijk is het ook een sociaal vangnet geworden, ja, helpt mensen niet. We zien dat mensen bij de overheid vaak geaccommodeerd worden tegen heel slechte salaris. Dus op het moment dat je eigen productie hebt, eigen innovatie hebt, dan creëer je banen waarin vooral jongeren zich veel beter aan hun trekken komen, omdat ze dat wat ze in hun hoofd hebben veel beter tot uiting kunnen brengen en kunnen verdienen. Maar met corona is er toch wel een stagnatie gekomen, terwijl het plan al gaat worden uitgevoerd. Dus dat is jammer. Dat is een kwestie voor de hele wereld. Maar toch ontslaat het je niet aan de verplichting om alvast na te denken. Niet zozeer over een tijd na corona, maar hoe ga je die inloop doen? Meestal voor iets om daadwerkelijk goed te rollen, moet je goed erover hebben nagedacht. En vervolgens moet je het gaan inzetten. Dus we moeten niet wachten op het moment dat corona is afgelopen en COVID afgelopen is. Want dat kan pas einde van het jaar zijn. Dan zijn we veel te laat. Hebben we al verloren ten opzichte van de rest van de wereld. We moeten nu dus plannen, uitvoeren. Plannen, er naartoe werken en daarna uitvoeren. En dan pas zal je succesvol zijn. Ja, corona is in principe gewoon een bijkomertje. Want het structureel onvermogen van de overheid om voldoende gepast werkgelegenheid te creëren is iets van decennia lang. Toch? En wat krijg je? Mensen zoeken dan of hun vlucht naar het buitenland. Ja. Of ze worden verstopt bij de overheid. Ja. Toch? Dat is één. Twee, je hebt dan een klein en middenbedrijf dat onvoldoende ontwikkeld is om zeg maar delen van de supply chain van grote multinationals dan op te vangen. En je ziet dat dus nu bijvoorbeeld met de oliefondsen offshore. Waarbij volgens mij een aantal jaren geleden heeft staatsolie een studie laten uitvoeren door een third party. Die duidelijk heeft aangegeven dat ons lokaal bedrijfsleven niet voldoende gegeerd is om zeg maar in te spelen daarop en daarmee mee te gaan verdienen. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, en dit zijn schrikbarende cijfers hoor, die ik ga geven. Total, die is dus voornemens om dit jaar $700 miljoen te gaan investeren met betrekking tot onze offshore voorkomens voor de kust. En van die 700 gaat 665 naar Trinidad. So we're losing out. En nogmaals, dat is dus niet iets van nu. We hebben gewoon een structureel onvermogen gehad om voldoende banen te creëren. Want in principe, je werd of bij de overheid gestopt
En voor de rest zorgde de Suralco voor ons allemaal, toch? Ja, ja. Toch? En later was het een beetje staatsolie en I am gold. Maar wat je ziet is dat die vormen van werkgelegenheid die je in het bijzonder in die sectoren hebt, namelijk de mijnbouw en de landbouw, ja, is dat voornamelijk werkgelegenheid met fysieke input. Mm. En waar Steven het over had, weinig kennisinput. Ja. Maar wat je ziet door de jaren heen is dat mensen toch meer mogelijkheden hebben om zich te gaan bijscholen, herscholen en doorscholen. En die vragen toch wel zeker anno 2021 een andere vorm van werkgelegenheid die je onvoldoende hebt, ja, in Suriname. Ja. Dus met het op te stellen ontwikkelingsplan is het dus de bedoeling om wat we dus mooi noemen sociaal-economisch acceptabel werkgelegenheid. Werkgelegenheid dat past bij jouw ambities. Ja. Een hele prominente plek te geven. En dus niet alleen voor de kuststrook waar we het vaak over hebben of werkgelegenheid voor Paramaribo alleen. Nee, we moeten echt binnen de complete totale landsgrenzen kijken. Oké, mooi. En Steven? Diverse maatschappelijke groepen, waaronder de vakbeweging, beginnen al, we horen stemmen al dat ze tegen de gang naar het IMF zijn. Met name, vooral deze regering die toen in de oppositie zat, was ook heel erg fel tegen de gang naar het IMF. En nu is het diezelfde regering, diezelfde mensen die nu aan de macht zijn, propageren de gang naar het IMF. En die botsing, was dat te verwachten? Ja, zeker. Misschien moet je dat ook plaatsen onder de noemer communicatie. De afgelopen maanden zijn behoorlijk stroef geweest. Mensen vroegen om meer inkijk te krijgen in wat er zat te gebeuren. We hebben steeds begrepen als maatschappelijke groepen dat de overheid aan iets werkt. Maar de maatschappelijke groepen kregen heel weinig de ruimte om echt in te kijken en hun inbreng te geven. Misschien speelt dit ook bij Rafaxur, want ik denk dat het vooral gaat om de overkoepeling van vakbonden. Dus communicatie is heel belangrijk, omdat mensen gaan moeten betalen. Mensen, het levert bepaalde delen van het plan leveren banen op. Dat is positief. Maar wat je als eerste ziet is van, hey, wacht even, ik zal nog meer belasting moeten betalen. Dit en dat zal nog verder omhoog gaan. Het is niet duidelijk of die wisselkoers daadwerkelijk in januari al zo meteen voorbij gestabiliseerd is, wat nodig is om dat te stabiliseren. Dus regering, president, kom met ons praten van waar gaan wij moeten inleveren, want ik begrijp dat heel goed. Het gaat niet zozeer om de vakbondsleiders, het gaat om de mensen die ze vertegenwoordigen, die vragen stellen. En het zijn terechte vragen, de mensen gaan uit hun eigen portemonnee moeten betalen. Dus die verantwoording moet duidelijk komen. Naast communicatie heb je direct ook transparantie. Mensen hebben de afgelopen maanden heel rare dingen gelezen over benoemingen en nog meer. Dat doet je twijfelen. Dus reden te meer om goed te communiceren met de tripartite partners. Dat hoort in een democratie. Als ik daar even op mag ingaan. Ik onderschrijf dat volledig hoor. Helemaal. Ik denk inderdaad dat de manier waarop er op bepaalde momenten is gecommuniceerd zeker geen schoonheidsprijs verdient. Ja. Eerlijk gezegd moet ik ook wel zeggen, as we go along, we learn. De minister heeft ook heel expliciet aangegeven van inderdaad, het schot hier en daar aan communicatie. En hij wil dat serieus ook gaan oppakken. In dat fragmentje dat er net werd afgedraaid van de minister, heeft hij ook aangegeven van hij snapt dat een heleboel mensen heel erg eager zijn om dat plan in te kijken. Echter moet ik zeggen dat er is echt verschrikkelijk hard gewerkt aan het plan. En het had weinig zin om de helft of een deel ervan te geven, waarbij het dan bepaalde zaken uit context zou trekken. Ja. Toch? Als je het aanbiedt, wil je het toch wel zo compleet als mogelijk doen. En dat is eigenlijk een beetje een spanningsveld geweest. Nou, het ligt er nu. Het moet nog steeds hier en daar gefine-tuned worden. Maar dat stukje van communicatie moet inderdaad opgepakt worden. En dat heeft zeer zeker ook de aandacht. Oké. We pakken een korte break en zijn we zo meteen terug. En gaan we praten over eigenlijk de sociale maatregelen in het plan. En welkom terug. Steven, de sociale maatregelen in het plan, want vooral de minder draagkrachtige groepen zullen het voelen. Ik lees het op heel veel pagina's. De realiteit is dat iedereen het gaat voelen.
Iedereen die woont in Suriname zal het voelen. Dus elke burger, elke consument, maar ook elk bedrijf, elke ondernemer zal het voelen. Dat moet ook eerlijk gezegd worden. Dus ik lees heel veel maatregelen die sociaal zwakkeren zullen moeten helpen. De vraag is van, weet men precies om wie het gaat? Want dat de realiteit is dat het ministerie van Sociale Zaken, normaal gesproken zodat de instanties zijn die helder heeft van, waar zijn de mensen die direct hulp nodig hebben? Waar zijn de moeders die alleenstaand zijn, twee, drie kinderen hebben? Zijn er concrete maatregelen genoemd? Ja, ik lees dus wel concrete maatregelen. Alleen is het de vraag van, op welke mensen hebben ze betrekking? Is die overheid zoveel beter geworden? Want iedereen weet dat de overheid behoorlijk verzwakt is. Om de mensen direct te ondersteunen op het moment dat die maatregelen beginnen in place zijn. Daar ben ik niet helemaal uit en precies daar zit die angst. Van mensen zullen behoorlijk veel inleveren die al de afgelopen maanden hebben gezien dat alles duur is geworden. Het enige wat niet is toegenomen is hun salaris. Ja, oké. En hoe standvastig is de regering? Want de bevolking gaat opkomen wanneer ze het voelen. Hoe standvastig is ze om toch deze te doorstaan? En laat het ook wel gezegd zijn. De heer Dibi Persaat had het eerder over communicatie. Het is dus belangrijk om in dat traject, dat stukje communicatie, goed op te pakken. Met allerlei verschillende sociale actoren. Maar bijvoorbeeld ook die boodschappen in verschillende talen te doen uitzenden. Zodat je het plan hier en daar kan tweaken. Zoals ik eerder al aangaf, we doen dit bijvoorbeeld met de ASFA en de VSB, waarbij we bepaalde zaken uitwerken. Zodat je toch wel het plan verder kan aanscherpen, maar dat mensen ook meer ownership nemen van het plan. Waardoor je dus ook minder, zeg maar, weerstand, tegenstand krijgt. Want ik bedoel van uiteindelijk, de schade is zodanig groot, op een gegeven moment ga je wel moeten inleveren. Iedereen gaat moeten inleveren. Iedereen hier aan deze tafel moet inleveren. Ja. Is dat leuk? Nee, natuurlijk niet. Niemand wil dat, toch? Maar als je het niet doet, en als je niets doet, en hoe langer je wacht met handelen, hoe erger de situatie wordt. Ja. Toch, Maggie Schmeitz had het over de operatie is geslaagd, maar de patiënt is dood. Nou, het is precies dat. Hoe langer je wacht, hoe zieker je wordt. En dat betekent dus ook dat hoe langer je wacht en hoe zieker je wordt, als je dan wil gaan bijsturen, gaat het je meer kosten, gaat het je meer pijn doen. Dus liever doe je dat nu aan het begin, toch? En dat betekent dus dat in dat traject communicatie zeker opgepakt moet worden. Dat is de key, Steven. Kijk, dus veel van wat ik heb gelezen, trouwens, het is niet de eerste keer dat we in de handen van het IMF worden gejaagd. In 2016 waren we er ook al voor de deur, voor de stoep van... Nee, we worden niet in de handen van... Kijk, en dat is het probleem, hè, communicatie. Zo? We worden niet in de handen van het IMF gejaagd. Het is de overheid, het is de regering en ik stress dat toch wel heel expliciet. Het is de overheid, de regering die in de driver's seat is. Ja. Right? En in dat proces willen we een heleboel maatschappelijke groepen daarbij horen en daarbij betrekken. Dat gaat niet helemaal feilloos, toch? Maar het is geen IMF-plan. Wat we doen is van, hey, dit is wat we hebben. We komen bij jou. Kan je ons helpen? Want dat gaat, weet je, die steun van IMF gaat je dus inderdaad helpen met betalingsbalans. Maar ook bijvoorbeeld potentiële investeerders, die kijken ook van, hey, gaat maar, IMF maar nou moet je naar het IMF gaan? Je zegt, het is een heel Surinaams plan, maar moet je? Ja. Nou ja, kijk, het IMF... Misschien kan ik daarop ingaan. Kijk, het IMF, die geeft je natuurlijk... Het IMF, als IMF achter je staat, heeft het wel een bepaalde credibility. Okay. Dus als jij jouw schulden wilt gaan herschikken, toch, dan is het een plus als er onder jouw plan, als het ware, handtekening van IMF staat. Okay. Als die investeerders willen komen, toch, dan is het aantrekkelijker wanneer ze zien van, hey, IMF staat achter ze. Dus de minister heeft ook laten doorgeven van, hey, luister, als het IMF toch nog met extra zware eisen komt, dan gaan we misschien niet met IMF in zee. Okay. Dat kan. Oh, dus voor de credibility. Zijn, en dat is het verschil, hè. En dat is het verschil met wat er in het verleden is gebeurd. Uh-huh. En ik ken een aantal van die verhalen waarbij IMF in de driver's seat was. Yeah. Toch, je kent de verhalen van Bolivia en zo. En dat was een verschrikking inderdaad. Want zonder die lokale context te kennen en wat de noden en de wensen en grieven zijn van het volk, gaan zij aan die knopjes van de economie draaien en dat doet je pijn. En dat willen wij juist niet. Oké, thank you.
Steven? Dus het verhoogt de geloofwaardigheid van een herstructureringsprogramma. We hebben een herstructureringsprogramma waarbij drie belangrijke zaken weer op orde gezet moeten worden. Maar wij zullen dat moeten doen als land met onze instituten, met ons samen met de samenleving. Het feit dat IMF erbij is, betrokken is, dat geeft een geloofwaardigheid. Een geloofwaardigheid naar de schuldeisers die we hebben. De schuldeisers waarvan we al twee keer betalingen niet hebben gedaan. Ja. We hebben een slechte reputatie. Je hebt het nodig. En belangrijker nog, nieuwe investeringen. Ja. We hebben investeringen nodig om banen te creëren. Ja. Niet alleen maar van lokaal bedrijfsleven, maar vooral van internationaal bedrijfsleven. Ja. Ja. Vooral die die zo meteen zullen inspelen op de oliebusiness. Heb je dus geloofwaardigheid nodig. En de belangrijkste partner internationaal is helaas het Internationaal Monetair Fonds. Maar gelijk daarmee krijg je dus assistentie van de Wereldbank. En andere multilaterale instellingen. Maar feit ook, misschien ook ondersteuning van Nederland, van Frankrijk, van Amerika kan direct ook daarvan afhangen. Kijk, okay. Ik wil daarbij zeggen dus dat... We zijn er onze tijd in, maar kort. Kijk, eerder in 2016 hebben we ook een plan opgesteld. Volgens mij heette dat het structureel herstelplan, something like that, SHP. En als ik kijk naar dit plan wat we hebben geschreven, het crisis- en herstelplan, het is veel uitvoeriger, het heeft veel meer sociale maatregelen, veel meer maatregelen voor het bedrijfsleven, het is ook veel beter doorgerekend. Ja. En toen al, in 2016, heeft IMF gezegd van oké, op basis van het plan wat jullie hebben in 2016, wij gaan jullie helpen. Oké, ze hebben toen geld overgemaakt en de regering heeft toen de stekker eruit getrokken. Dus we hebben toch wel hele goede hoop dat ze wel overboord zullen komen. Okay. Of onboord, niet overboord. Onboord zullen komen, sorry. Nee, oké, natuurlijk. Bedankt heren. Dat wel toch eigenlijk, er zijn heel veel vragen meer, maar natuurlijk along the way zullen we jullie natuurlijk weer uitnodigen. Dat was heel verhelderend. Ik hoop dat de mensen thuis ook die ervaring hebben. Natuurlijk, we hebben gesproken over deze aflevering van... Under the Loop, de tweede voor het jaar, hebben we gesproken over het crisis- en herstelplan van de regering. En belangrijke sleutelwoorden, geloofwaardigheid, communicatie, vertrouwen en natuurlijk banen creëren. Wilt u deze uitzending nakijken? Dat kan op ons YouTube-kanaal ATV Suriname. Tot de volgende keer. Dag.